Goedemiddag, dames en heren. Wat fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn naar het optreden van de Schellevissen. Die kent u ongetwijfeld. Maar vandaag is het eigenlijk niet zo'n feestje als wij er normaal van maken. Want u ziet het al, wij zingen vandaag geheel belangeloos voor de mensen uit de Oekraïne. Met de vreselijke oorlog natuurlijk. Kunt u een beetje uitleggen waar het idee vandaan komt? Ja, het idee kwam eigenlijk van mezelf. Omdat ik thuis televisie aan het kijken was. En ik zag alle oorlogsgeweld uit Oekraïne. En al die mensen die huis en haard moeten verlaten. Die zag ik voorbij komen. En toen dacht ik vind dat wij iets moeten doen. En dat zou heel mooi zijn om dat met het koor te doen. Dus dat idee heb ik geopperd. En iedereen was daar meteen voor. Dus dat zijn we in gang gaan zetten. Jullie hebben van die mooie lintjes op. Is dat ook een idee om geld in te zamelen voor de Oekraïne? Ja, het is zo dat wij als koorleden hebben natuurlijk allemaal gedoneerd. Ik krijg normaal een vergoeding natuurlijk voor een optreden. Dat heb ik ook gedoneerd. En een koorlid, Anke, heeft deze lintjes gemaakt. En zij is net in het publiek rondgegaan. En die lintjes hebben ook samen weer geld opgebracht omdat zij de lintjes verkocht heeft. Waar gaat het heen? Ja, het gaat allemaal naar Giro 555. Het is allemaal ten bate van de giften voor Oekraïne. Om de mensen daar een beetje mee te helpen. En al is het maar een klein druppeltje op de gloeiende plaat, dan vinden we het toch fijn dat we dit hebben kunnen doen. Ja. En het is dit jullie eerste optreden weer na de coronaperiode? Of, Ja, het is weer het eerste optreden na de coronaperiode. Dus we hadden er wel een dubbel gevoel over. Omdat we dachten, ja, we willen dit natuurlijk vanuit ons hart heel graag doen. Maar de aanleiding is natuurlijk wel heel triest. Maar we hebben dit wel met hart en ziel gedaan. Dus hopelijk heeft iedereen het ook zo ervaren en iedereen ook gehoord dat we zo gezongen hebben. En daar was het voor bedoeld. Een hoop aanloop. Ja, nou ik heb er niet zoveel van gezien, want als dirigent zijn sta ik met de rug er naartoe. Maar ik zag wel in die twee boxen die we hadden meegenomen, die ook een koorlid heeft gemaakt, Marianne in dit geval, dat er heel wat geld lag en ook briefgeld in de boxen. Dus we zijn daar heel blij mee.